Met een Garmin in de auto was het hotel gemakkelijk te vinden. De ploegleiding gebruikt nog een ouderwetse landkaart om de trainingsroute te bepalen. Omdat Barracuda op het allerlaatste moment co-sponsor werd, zijn de uitingen op de auto's nog niet compleet. Amerikanen zijn op dit gebied streng. Het commando luidde, alleen maar boven de gordel fotograferen. Wij willen namelijk geen oude sponsornamen meer in beeld. De Hollandse delegatie wordt door Thomas Dekker aangevoerd. Hij is er even tussenuit geweest, maar de Noord-Hollander is weer helemaal terug en blaakt van zelfvertrouwen. Fabian Wegman, de sympathieke Duitse wegkapitein, is van Leppard overgekomen en is als een kind zo blij met zijn nieuwe Cervelo-fiets. Michel en Raymond Kreder kunnen zeker profiteren van de werklust van de tijdritspecialist. Vanmiddag weer, dus maar we hebben er zin in. Jij ook? Ik zeker. En jij? Is niet zo. Jij niet zo, hè? Maar we zijn er wel klaar voor. Ja, dat zeker weten. En Fabian Wegman krijgt maar geen genoeg van zijn mooie fiets. De mechaniekers hebben hun uiterste best gedaan. Adrie van Diemen begeleidt al jaren een aantal renners op het psychische vlak. En dat doet hij voortreffelijk. Dit jaar gaat hij Dekker tot mooie prestaties leiden. Johan van Summeren, de boomlange winnaar van Parijs-Roubaix, is zelfs bij de wat oudere vrouwen uitermate populair. Adrie van Diemen legt uit wat verzuren is. Een melkzuurtest is dat je aan de renner een belasting oplegt op een ergometer. Vervolgens moet het zuurstofopnamesysteem zich aanpassen aan die belasting. En dan meten we aan het eind van die belastingstap meten we melkzuur. Hier doen we belastingstappen van 10 minuten, waarbij we na 5 minuten meten en na 10 minuten meten. Dus kunnen we zien of de renner nog steeds de melkzuurconcentratie constant kan houden. Vervolgens maken we de belasting zwaarder. En dan kijken we weer op 5 en 10 minuten of de renner de melkzuurconcentratie constant kan houden. En op een gegeven moment lukt het niet meer om tijdens de belastingstap de melkzuurconcentratie constant te houden. Dan heb je de maximale lactaatsteady-state bereikt. En dat is een hele goede indicatie van hoe goed de conditie en hoe goed het aerobe systeem van de renner is ontwikkeld.